Ja, dat, zoiets ontstaat, hè? Het was warm weer en Ajax was heel sterk. En het gebeurde meer op vlak voor de goal van Heerenveen met Team Veenstra dan dat wij in aanval waren. Maar zoals ik al zei, Heerenveen heeft dan een moment, dat is onverklaarbaar. Maar dan ontstaat er plotseling een opwelling. En dat had toen succes. Ja, want jullie stonden 5-1 achter met de rust, geloof ik? 5-1 met de rust achter, ja. Maar deze wedstrijd maakte u de 5-5? Ja. En er stond in de krant, dat was een kopbal van Hofman, ik kopte de 5-5 in. Maar dat is helemaal niet waar. Want we waren zo in de verdrukking. En toen riep ik, schop die bal eroverheen. Lange bal. En die kwam. Wie hem schoot, dat wist ik niet. Heb ik niet gezien. Maar je let dan op de bal die komt. En ik stond ze een beetje tegen de middellijn. En Potthast en Van der Linden stonden als bek. En die stonden nog gelukkig uit elkaar. Want toen kreeg ik die bal in het middenveld. En toen nam ik hem mee. Maar ik kon heel snel met de bal opkomen. En zij waren te traag. En toen was ik op ongeveer 20 meter van de goal. Toen zouden ze me insluiten. En dat mislukte net. Want toen schoot ik in de linkerbovenhoek. En die zat erin. En dan komt hij terug. En wat voelt u dan? Dan voel ik mij heel gelukkig. Maar voor de rest is het heel gewoon. Dat was voor Heerenveen eigenlijk heel gewoon. Ja, maar uiteindelijk winnen jullie ook nog met 6-5, want ik heb gehoord dat het stadion dat brak uit zijn voegen bijna. Oh, helemaal. Het was een gekke boel. Het was een echt waar gekke boel. En vooral toen Marten Brandsma, geloof ik, die maakte toen het winnende doelpunt. Dat was een kopbal, als ik het goed heb.